Hey, hallo en welkom in deze video waarin ik je iets meer ga vertellen over werken met energie, over hoe dat energie vervult, opladen, reinigen en uiteindelijk ook het overnemen van energie. Mensen die mij persoonlijk kennen, die zullen ook beamen dat ik niet de persoon ben die heel veel en die met iedereen gaat gaan knuffelen. Behalve dan met mijn kinderen, want die vragen dagelijks knuffels van mij. En deze dynamiek, als ik het zo kan noemen, is eigenlijk niet bewust ontstaan. Het is eerder een reactie op iets wat ik onbewust aanvoelde. En later ontdekte ik wat de achterliggende reden ervan was, namelijk dat eigenlijk knuffelen niet enkel hetgeen is wat je ook ziet die gebeurt in de realiteit, in de 3D-wereld. Energetisch gezien gebeurt er zoveel meer dan wat we kunnen zien. Op het ogenblik dat je iemand knuffelt. En daarom is het ook belangrijk om zuiver te zijn in het knuffelen, in het omgaan met elkaar, in het grenzen stellen van jouw energetische gezondheid eigenlijk. Maar vooral, vooraleer ik hier ook dieper op inga, wil ik ook eerst mee vertellen dat het belangrijk is om bewust te werken met energie. Het is belangrijk om te weten hoe dat jouw energie vervult, hoe dat je jezelf kan opladen, hoe dat jouw energie energetisch gezien terug kan reinigen en wanneer en in welke situaties jij energie overneemt van andere personen en hoe dat uiteindelijk jouw gezondheid beïnvloedt. Want dat is ook niet voor iedereen hetzelfde. En hoe gevoeliger dat je wordt, dus hoe meer je energie verhoogt, hoe bewuster dat je uiteindelijk ook met je energie zal mogen omgaan voor je eigen bestwil, voor je eigen gezondheid. Want toen ik zelf nog niet zo bewust was van energie, voelde ik wel heel veel aan van anderen. Je kent misschien zelf ook wel voorbeeld dat je ergens binnenkomt in een ander huis of bij vrienden en er is daarnet ervoor ruzie geweest, dan ga je die spanning, ga je die geladenheid voelen. Alleen, de meeste mensen begrijpen eigenlijk niet wat er gebeurd is, omdat ze dat zodanig gewoon zijn om dat allemaal te ervaren en te voelen, zonder dat ze echt weten van waar dat komt en wat dat eigenlijk is. En op dat moment dacht ik eigenlijk dat dat ook allemaal bij mij was, dat dat iets is die bij mij hoorde, maar dat klopt natuurlijk niet. Dus door de jaren heen bleek dus dat ik van iedereen die op mijn pad gekomen was, energie had overgenomen. En dat zijn ook heel veel mensen die op mijn pad gekomen zijn. Want als je gewoon nadenkt van het moment dat je geboren bent tot uiteindelijk nu, dan zijn er ook al meer dan 30 jaar voorbij. Eigenlijk 38 als je het echt wilt weten. Maar dat betekent ook dat iedereen dat je tegenkomt in de winkel, waar je mee op school gezeten hebt, kampen dat je gedaan hebt, waar je op vakantie geweest bent. Dus denk maar gewoon eens na hoeveel mensen dat je tegenkomt op één dag, in een week, in een maand, en dat allemaal zoveel jaar, hoeveel energie je eigenlijk kan gaan overnemen. Dus, nu moet ik zeggen, wat mij persoonlijk betreft, ligt dat ook een stukje in de aard van mijn missie. Van wie dat ik persoonlijk ben, van wie dat ik als energie ben. Want als healer, was het eigenlijk vroeger niet zo ongewoon dat wanneer dat je leeft in een hoger bewustzijn of een hogere energie, dat je eigenlijk de energieën van anderen transformeert door ze toe te laten in je eigen energieveld. Bijvoorbeeld in Lemurië, dat is een van de gouden beschavingen die jammer genoeg zoveel eeuwen geleden teniet gegaan is, eigenlijk ten onder gegaan is. Op dat moment openden we als healer ons eigen energieveld om te voelen en te zien en te weten wat er eigenlijk nodig was bij de anderen, zodanig dat die in balans kon komen. Dus zolang dat ik in dit leven mij daar niet bewust over was, deed ik automatisch en ook onbewust wat ik geleerd had in vorige levens, onder andere in levens als hogepriesteres en healer in Lemurië. Dus ik kan wel zeggen dat ik vaak moe was, dat ik vaak uitgeput was, doordat ik eigenlijk andere mensen constant mijn eigen levensenergie gaf. In plaats van de energie van de bron van het universum te gebruiken, wat uiteindelijk oneindig is. Op dit ogenblik heb ik geleerd om een zuiver kanaal te zijn en om mijn eigen energie ook zuiver te houden, zodanig dat ik ook
een kanaal ben voor de helende energie. Wat dat betekent ook dat ik op regelmatige basis mijn eigen energie reinig met verschillende, op verschillende manieren. Vooral wanneer ik het onder, in het begin deed ik dat dagelijks. Op dit moment doe ik het wanneer ik voel dat het nodig is. Wanneer voel ik dat? Als ik plots hoofdpijn krijg. Wanneer ik plots super moe ben. Of heel veel emoties begin te ervaren en eigenlijk niet goed weet van waar die vandaan komen. Dan ga ik eigenlijk ervoor zorgen dat mijn energie gereinigd wordt en ook weer gaan werken met mijn grondingscode. Nu, als je nieuw bent aan het werken met energie, raad ik aan om zeker ook de filmpjes te bekijken op mijn YouTube-kanaal, die ik heb opgenomen in verband met het werken van grondingscode en het afschermen van je energie. Bovendien, als je heel gevoelig bent voor energie van anderen, dan raad ik je ook aan om contact met mij op te nemen, zodat we jouw energetische bescherming kunnen optimaliseren. Zodanig dat je eigenlijk geen energie meer verliest door het contact met anderen. En dat je ook geen energie meer overneemt, dus dat je eigenlijk ook zo zuiver mogelijk kan zijn op energetisch vlak. Want uiteindelijk zijn we allemaal zo geëvolueerd, en zitten we in een tijd dat we heel snel blokkades kunnen transformeren wanneer dat we er bewust rond zijn of over zijn. En dat betekent dus ook dat we jouw lichtlichamen, dus plus ook jouw energieveld, je aura, kunnen optimaliseren zodanig dat jij goed kan functioneren en kan leven vanuit de beste versie van jezelf. En meestal noem ik het dan eigenlijk je hoogste goed gaan leven op dit moment. Nu, wanneer je fysiek contact hebt met iemand, zoals bijvoorbeeld bij knuffelen, dan is er altijd sprake van energieoverdracht. Dat is zo, daar kan je niets aan doen. Dus daarom snap je wellicht wel waarom dat ik vroeger, en eigenlijk nu nog steeds, daar heel bedachtzaam mee omga. Met iedereen waar je mee omgaat, tenslotte, maak je een energetische koord aan. En vooral mensen die helderziende zijn, kunnen die koorden ook effectief zien. Maar wanneer je nooit koorden verbreekt, na bijvoorbeeld relaties met mensen die je niet meer ziet, of met mensen waarmee je gebroken hebt, of met exen, dan nog blijft die energetische koord bestaan. En dat betekent dus ook dat de anderen, en eigenlijk jij ook, nog steeds onderhevig zijn aan elkaar, en vooral aan elkaars energie. Dus je kunt eigenlijk nog steeds energie van elkaar aftappen, je kan nog steeds zaken, emoties van elkaar gaan voelen. En afhankelijk van welke relatie dat jullie hadden, is het zelfs noodzakelijk om ook de relatiekoord tussen jullie te gaan verbreken. En wanneer is dat zo? Dat is zeker zo wanneer je ook een intiem seksuele relatie hebt gehad met iemand. Want je wilt niet, immers niet dat iemand waarmee je gebroken hebt nog steeds energie van jou afneemt. En jou eigenlijk een stukje gaat gaan uitputten. Dus zuiver zijn en knuffelen, zuiver zijn in seksuele relaties, heeft een positieve invloed op jouw gezondheid. Wist je zelfs dat in hogere densiteiten, dus dan bedoel ik daarmee in leefwerelden en dimensies waar ze vanuit een hogere energie gaan leven, zoals bijvoorbeeld in Lemuria of op de planeet Arcturië, dat er niet geknuffeld wordt uit respect voor de anderen. Want liefde en genegenheid wordt daar immers ook niet ervaren door het fysieke contact, maar vooral door de telepathische verbinding en de energetische verbinding die men onderling aangaat. Nu, het is ook belangrijk om mee te geven dat wanneer je energieveld beschadigd is door trauma, of wat dan ook, dat je jezelf niet zo goed kan beschermen tegen invloeden van buitenaf. Ik nam daar reeds een video over op, over wat dat allemaal kan verkeerd gaan met je energieveld, dus ik ga dat niet nog allemaal hier herhalen, maar ik zal kijken om het linkje daarvan in de box onder deze video te vermelden. Dan kan je gemakkelijk ook de andere video gaan bekijken. Maar waarom is het belangrijk om te weten? Omdat dat eigenlijk, als je energieveld beschadigd is en eigenlijk gaten vertoont, dan kan je eigenlijk onmogelijk jezelf heel goed beschermen. En ga je ook constant energie verliezen, ga je constant voelen dat mensen over je heen lopen, dat mensen jou negeren, misbruiken, gebruiken, noem maar op. Dus daarom is het belangrijk om dat zo snel mogelijk te herstellen. Verder, jouw energie opladen kan je eigenlijk ook heel gemakkelijk gaan doen door te mediteren of door in de zon te gaan zitten en de stralen te absorberen, bijvoorbeeld. Let er dan wel op dat de zon niet te sterk is en je gaat gaan verbranden, want dan ben je op een andere manier je gezondheid aan het beschadigen. Hè. Maar kortom, dus eigenlijk alles wat jou plezier geeft en jouw energie geeft, dat zorgt ervoor dat je energetisch opgeladen wordt.
Je kan ook samenwerken met de goddelijke vlammen en stralen om eigenlijk op een efficiënte en zuivere manier op te nemen. En de meest gemakkelijke, meest zuivere of meest algemene straal is eigenlijk de gouden straal. Dus met de gouden straal kan je je heel gemakkelijk zelf weer gaan opladen. Elke straal heeft een bepaalde eigenschap, een bepaalde energie, een frequentie, een trilling in zich, die dus eigenlijk een andere functie heeft. Maar het maakt ook niet uit als je een bepaalde kleur weet of aanvoelt. En dat je niet weet van welke eigenschap dat daarmee verbonden is, dat maakt niet uit. Volg daarin je gevoel. En altijd de straal die jij op dit moment het meeste nodig hebt, zal nou ook naar jou komen. Verder, wanneer je voelt dat je energie hebt opgenomen, of je bent bijvoorbeeld plots verdrietig, of je bent moe, en je hebt echt geen idee van waar dat vandaan komt, vraag dan gewoon aan je gidsen om je energie te reinigen. Je kan ook visualiseren dat alle energie die niet van jou is, wegstroomt via je grondingskoorden, dus eigenlijk de grondingskoorden naar de aarde. Maar zorg er dan zeker voor dat je grondingscode geoptimaliseerd zijn en aangepast zijn aan je huidige energie. Want naarmate dat je iedere keer verder evolueert en je energie verhoogt, moet je grondingscode ook versterkt en aangepast worden. Ben je niet zeker of dat je grondingscode op dat moment eigenlijk optimaal zijn voor jouw huidige frequentie? Contacteer mij dan gerust, dan kijk ik wat er nog allemaal nodig is en dan passen we dat onmiddellijk ook aan. Je energie reinigen, dat kan je dus ook even goed doen onder de douche, door te visualiseren dat het verse water eigenlijk alle ballast meeneemt en alles wat jou niet langer voor jou hoogste goed is en dat die jou niet langer dient, dat meeneemt en transformeert. En eenmaal dat je dat gedaan hebt, dan kan je eigenlijk in de volgende lading van water je opnieuw gaan opladen met zuivere energie van de bron. En je kiest dan gewoon een kleur die jij op dat moment toe aangetrokken voelt. Weet je geen kleur, kies dan gewoon voor de gouden kleur. Verder is het belangrijk om te leren werken met de goddelijke mannelijke en de goddelijke vrouwelijke energie in jezelf. Vooral om die te gaan balanceren. Wellicht weet je dat misschien al, of misschien nog niet, maar deze beide energieën zijn aanwezig in ieder van ons. En dus, ongeacht wat dat jouw geslacht is, heb je mannelijke en vrouwelijke energie in jezelf. En die zijn ook noodzakelijk om vanuit een gebalanceerde en gegronde manier je leven te kunnen gaan vormgeven. Dus beide energieën heb je nodig. Het ontvangende enerzijds de vrouwelijke energie en het sturende en het actiegerichte mannelijke energie anderzijds. Om je leven te gaan vormgeven. Maar daar gaat deze video natuurlijk nu niet over. Maar mocht je hier reeds klaar voor zijn en meer over willen weten, dan kan je op de website en de blogjes al heel wat informatie daarover terugvinden. En natuurlijk ook op een YouTube-kanaal zijn er ook al een aantal video's daarover opgenomen. Kortom, eigenlijk komt erop neer dat er heel veel manieren zijn om met energie te werken. Om jezelf te reinigen, om jezelf op te laden. Maar het belangrijkste is dat jij uiteindelijk de manier vindt die het beste aansluit bij wie je bent. Ben je iemand die graag met kristallen werkt? Oké. Ben je iemand die liever met aromatherapie of met kruiden werkt? Ook oké. Reinig je liever jouw huis met het verbranden van salie? Doen. Dus volg daarin jouw eigen intuïtie en je eigen leiding. En probeer verschillende technieken en manieren uit. En je gaat gaandeweg wel merken wat er eigenlijk echt bij jou past en wat er eigenlijk minder voor jou weggelegd is of die eigenlijk niet zo voor jou werkt. Zo, dat was het voor deze video. Mocht je vragen hebben of ondersteuning nodig hebben, weet dan dat je altijd natuurlijk een sessie, een healing reading of een channeling kan boeken. Dan kijken we verder wat je op dit moment nodig hebt. Veel succes verder in het lezen van het e-book, het integreren van het eenheidsbewustzijn en in jouw groei als ziel. Dag!